Een overwinning, Tim, hoe moeizaam ging het vandaag? Het was tot het gaatje. Verlenging erbij. Er gebeurde van alles. En als je dan 2-1 wint uiteindelijk zo op deze manier, dan emoties superleuk dat we promoveren. En dat was eigenlijk maar één ploeg die het verdiende. Ja, goed. Ik denk dat wij zeker in 90 minuten de veel betere ploeg waren. Alleen je komt door een onoplettendheidje. Wel een hele mooie goal van hun trouwens. Kom je 1-0 achter en dan loop je achter de feiten aan. En ik denk wel dat we geprobeerd hebben te blijven voetballen. Dan maak je een geweldige 1-1. En de tweede helft heb je 3-4 hele goede kansen om 2-1 te maken. Die maak je dan niet. Dan ga je verlengen in en dan weet je, dan zie je bij hun al dat het voor hun fysiek heel zwaar wordt. Dat we fitter zijn. En dan zag je dat wij in de verlenging de beter waren. Alleen bij het laatst wordt het dan nog billenknijp. Omdat hun natuurlijk alles of niet lange ballen. En vrouwen en kinderen eerst wordt het dan. En dan blij dat het afgelopen was. Een mooi einde van een lang seizoen. Jullie terechte promotie, denk je? Ja, tuurlijk. Ik denk dat wij ook in de vierde klasse de beste ploeg waren in de competitie. Alleen, daar hebben we een aantal steekjes laten vallen. En compliment aan Aden Zwouden die het hele seizoen alles heeft gewonnen bijna. En ook onder druk. Dus in dat opzicht zijn zij terecht kampioen. Alleen ik denk, qua kwaliteit en wat we hebben laten zien in de competitie waren wij wel de beste ploeg. En dan is het wel mooi dat je het zelf weer in de na-competitie toch redt. Jij was zelf vandaag een beeld van onverzettelijkheid. Je begon eigenlijk half geblesseerd aan de wedstrijd. Hoe ben je de wedstrijd doorgekomen? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. De eerste 20 minuten dacht ik van, dit wordt niks. Want was ik ook een beetje bangig. Maar naarmate de wedstrijd voordat dacht ik van, gewoon bijten. En af en toe dan voelde ik wel erin schieten, maar het trok weer weg. En ik dan blijf ik gewoon staan tot ik echt niet meer kan lopen. Een echte clubman dus. Ja. Jullie zijn weer terug op het niveau waar jullie thuis horen, de derde klas. Nou ja, goed, zeker. En hopelijk kunnen we volgend jaar ook nog met wat versterkingen erbij weer misschien weer een rol van betekenis spelen in de derde klasse. Maar met het complex en al de mensen die eromheen zitten. Iedereen wilde zo graag naar de derde klasse en nu lukt het. En er wordt echt een heel mooi feest vanavond. Ga lekker feest vieren, bedankt. Henk, het einde van een heel geslaagd seizoen. Ja, achteraf wel. Kijk, we gingen eigenlijk, de doelstelling was promoveren. We hoopten kampioen te worden. Nou, dan kwamen we 1 puntje tekort. En dan via de na-competitie geluk. Ja, ze fouten vertikt het gewoon om punten te laten liggen. En toen was deze ploeg je tegenstander. Een verdiende overwinning, denk je? Qua voetbal was het zeker een verdiende overwinning. Ik vond de eerste wedstrijd al de betere ploeg. Maar ja, toen kwamen we met 10 man staan. En vandaag was er eigenlijk maar één ploeg die voetbalde. En dat waren wij. Toch kreeg je indruk dat je niet helemaal tevreden was. Want je riep af en toe bijna wanhopig, ga voetballen. Ja, kijk, je krijgt de ruimte om te voetballen. En dan moet je ook gaan voetballen. Want met lange ballen speel je hun ook in de kijker. Kijk, hun spelen lange ballen. En als wij dat ook gaan doen, dan krijg je een over- en weerwedstrijd. En wij hadden best wel de ruimte om te voetballen. Maar het leek wel de zenuw of de spanning dat we niet echt durven te voetballen. Leek dat echt deze week van de spanning bij de trainingen en onder de jongens? Ja, ik denk wel dat wij bij de Groningen een bepaalde druk hadden van we moeten promoveren. Wat er ook gebeurt, we moeten promoveren. En dan merk je dat toch zoals vandaag dat sommige jongens toch wel best wel onder spanning staan. Ja, dat die dan niet dezelfde zijn. Wat denk je, de derde klasse handhaven of meer dan dat? Ja, dan moet je even kijken hoe het loopt. Ik denk, kijk, voetballen kun je iets makkelijker voetballen. Dan krijg je misschien iets meer ruimte om te voetballen, om van achteruit te voetballen dan in de vierde klasse. Ja, en in de vierde klasse hebben we eigenlijk weinig problemen met tegenstanders gehad, qua voetbal dan. Ja, voorlopig is het tijd om even een feestje te vieren. Dus heel veel plezier vanavond en succes in de derde klasse. Ja, dankjewel. Komt goed. Oké. Oké, bedankt. Heel succes. Bedankt.